Ik ben Kathleen van de Dogcompagnie en ik wil jullie heel graag laten zien hoe je nu eigenlijk goed een tuigje aanmeet. Een van de heel veel meest voorkomende vragen die ik binnenkrijg is welke maat moet ik nu eigenlijk bestellen voor mijn hond? Soms kun je bij ras een klein beetje een indicatie geven, maar dat valt niet altijd mee, want binnen de rassen zijn er ook altijd heel veel grote verschillen. Dus het belangrijkste en het duidelijkste voor jezelf is als je hond kunt meten. En ook over dat meten is het niet altijd even duidelijk hoe je dat doet. Dus vandaar dat ik het jullie eventjes graag wil laten zien. We hebben Jack hier bij ons liggen. En we gaan zo meteen Jack in een staande positie zetten. En in die staande positie gaan we hem opmeten. Als je hond recht staat, is het belangrijk dat hij recht staat. Nou, zodra dat hij in een bocht staat, gaat zijn borstomvang namelijk weer iets afwijken. Dus het is heel belangrijk dat je hond in alle tijden zo recht mogelijk staat op het moment dat je gaat meten. Waar we dan gaan meten, is we gaan kijken waar de schouderbladen beginnen. En dat is ongeveer op deze plek. Als je dan langs die plek naar beneden toe gaat, kom je eigenlijk ook... Kijk, dit is een beetje gek. Kom je eigenlijk ook uit bij de ellebogen. Dus belangrijk, een rechtstaande hond, voelen waar zijn je schouderbladen. En dan als je naar beneden toe gaat, moet je ongeveer richting de ellebogen gaan. Nou, je gaat dan op het breedste plekje van je hond ga je meten. Dat valt inderdaad niet altijd mee, dat ben ik me heel erg van bewust. Dus het is raadzaam om een aantal keren te meten. Dus om een keer of twee, drie te meten. Jackie, dit. Om een keer of twee te meten. En dan het gemiddelde daarvan te pakken. Om te meten gebruik je het beste een meetlint zoals dat voor het naaien gebruikt wordt. Dus een flexibel meetlint. Dat is het makkelijkst om te meten. Dus als je hond in die staande positie is, leg het meetlint om zijn buik heen. Zodat hij mooi op het breedste punt valt. En dan is het belangrijk, zeker bij die honden met veel vacht zoals Jackie heeft, dat je het goed strak trekt en de borstomvang die je dan meet, dat is de borstomvang die je nodig hebt. Mooi. Nou, ik zal ook nog eventjes in het filmpje een afbeelding bijsluiten van de formaten die gelden van Dog Kopenhagen. Die Dog Kopenhagen aanhoudt, want het kan bij sommige honden zo zijn dat een hond precies op het gemiddelde van twee maten ligt. In dat geval is het verstandig om een maatje groter te nemen. Het is niet zo als jouw hond richting het einde van een bepaalde maat gaat, dat je best voor de volgende maat gaat. Want bij Dog Kopenhagen hebben we geen overlapping in de maten. Dus als je hond maar tot het maximale aantal gaat, moet je ook echt nog binnen die maat blijven. Het is enkel als die precies op die grens zou liggen, dat je naar een grotere maat zou gaan. Uiteraard mag je altijd contact met ons opnemen. Als je nog meer vragen hebt, dan helpen we je graag verder. Tot ziens!